De orkaan Maria zal de komende twee dagen in kracht toenemen en waarschijnlijk de derde categorie op de schaal van Saviour Simpson bereiken. De Nederlandse bovenwindse eilanden Sint-Eustachius en Saba worden naar verwachting dinsdag getroffen. Maria is de tweede krachtige orkaan binnen twee weken die een aantal Caribische eilanden zal raken. Naar verwachting arriveert de storm in de nacht van maandag op dinsdag bij de bovenwindse eilanden, zegt het Amerikaanse Nationaal Center. NHC, Sint Eustachius en Saba zullen volgens Weeron niet door de kern van Maria worden geraakt, maar de kans is zo'n 40% dat de wind op beide eilanden orkaankracht bereikt. 118 km per uur, windsnelheden van 90-100 km per uur zijn waarschijnlijker. Maandagochtend rond 4 uur was Maria tot zo'n 165 km van Barbados en zo'n 340 km van het bovenwindse eiland Dominica genaderd. De windsnelheid van de orkaan bedraagt nu bijna 140 km per uur, onder meer Guadalupe. Martinique en Sint, Kits, Nevis en Montserrat maken zich op voor de storm. Ook Puerto Rico is door het NHC gewaarschuwd. Veel van de eilanden in het gebied kampen nog met de vernielingen die werden nagericht door Orkan Irma. Meer dan 1700 inwoners van Barbuda, waar bijna elk gebouw door Irma werd beschadigd, hebben hun toevlucht gezocht op Antigua, waar Maria alleen zal huishouden als tropische storm. Sint Maarten, dat ook zwaar werd getroffen door Irma, Lijkt niet in het pad van Maria te liggen, wel kan het eiland te maken krijgen met extreme regenval en harde wind.